Goedendag, wij zijn in Bottrop. En niet zomaar in Bottrop, wij zijn in een skihal. Nou, daarnet zagen jullie de Balihal. En daar was het echt heel simpel. We hadden namelijk kaarten gereserveerd op skihal.com. En die liggen dan ook geheel netjes klaar. En je loopt dit halletje door. Je bent bij de skiverhuur. En wij gaan zometeen even de baan onveilig maken. Nou, in de hal, om weer boven te komen, heb je een hele lange lopende band. Zoals we het dan maar even noemen. Die is 400 meter lang. Die gaat in één rechte lijn naar beneden toe. De piste waar we nu staan is bovenaan. En die gaat eigenlijk in een soort van kromming naar beneden toe. En hier staan wij dan op, zoals je in Oostenrijk noemt en Duitsland, de Vorderloifbaan. En voor de allerkleinste hebben we hier altijd nog een gezellige treklift, een touwlift. En natuurlijk mag het aan de inwendige mens hier ook niet ontbreken. Er staat hier van alles, warm, koud, salades. Dit is een van de kleinere zalen, maar er zijn er echt heel veel. Als je goed kijkt, kun je hier ook nog de piste zien. Nou, we zijn hier op een stuk piste aangekomen. Daar wordt het echt link. Zoals je hier ziet, het is niet voor beginners. Het is rond de 24% steil. Nou, dat gaan we dan maar even checken. Wij gaan weer afsluiten in Bottrop. Vanuit het Alpine Center, al hier. Nou, we hebben de middag prima kunnen skiën. Lange piste, zeker weten, want dit is echt een hele lange. En mocht je tijd hebben en ook de kilometers willen maken hier in de omgeving van Oberhausen, want daar ligt Bottrop. Ja, het is maar vlak over de grens. Dan zou ik hier zeker een keertje naartoe gaan. Want even sfeer proeven voordat je naar de Alpen gaat, is altijd leuk. We zeggen er wel bij, het kan druk zijn in herfstvakantie of wat dan ook. Boek daarvoor je tickets bij skihal.com en je bent verzekerd van een plekje. Nou, wij zeggen maar weer de groeten en een volgende update komt absoluut zeker uit Oostenrijk.